Het is zondag 25 maart in Halifax, Canada. En ik heb net mijn eerste sessie van vandaag zit erop. Ik heb vanochtend stond ik al om 9 uur in de gym om een strength and conditioning sessie te doen. Het is de laatste voor mijn wedstrijd in de Blue Nose Classic die ik woensdag speel. Ik speel vanmiddag nog een exhibition met Amar Shabana op de club. En dat is om wat geld op te halen voor een charity. De charity heet Coalition for Kids. Dat de wensen van terminaal zieke kinderen in vervulling laat gaan. Dus het voelt goed om een keer iets voor iemand anders te doen. In plaats van alleen maar voor mezelf. Het is een lekkere zonnige dag in Halifax. Afgelopen week ook super lekker weer geweest. Lekker getraind. Veel hoge kwaliteit. Veel koffie gedronken. Ik ben nu ook weer op weg naar een koffieshopje hier. Woensdag begint de Blue Nose Classic dus. En ze gaan de glazen baan opzetten in het Rebecca Cohn Center. En dat is een theater. Dus ik ben erg benieuwd hoe dat gaat worden. Ik probeer jullie wel wat ervan te laten zien met het volgende videoblogje. Hoi!